Na een jaar lang niks gehoord hebben van Unagi's, is hij eindelijk terug met een nieuw album, Droom die Moord. Maar waar gaat deze EP dan precies over? In deze video ga ik jullie de betekenis uitleggen om zo duidelijk te maken wat er aan de hand is met Unagi's. Maar voordat we dat doen, moeten we eerst even kijken naar wat er vooraf gebeurde. Op 31 oktober 2018 uploadde Unagi's zijn eerste nummer, als we tenminste zijn parodies en zijn Snapking diss track niet meetellen, onder zijn artiestennaam Anti. Dit was niet op zijn hoofdkanaal, maar op zijn tweede kanaal genaamd Secret Stash. In de jaren hierna uploadde hij nog 2 tracks, maar 1 hiervan viel op, Poppenkast. En niet alleen omdat het een fire lied was. In de clip zaten veel berichten verstopt, zoals Sleep, Wake Up, Always Watching en natuurlijk 33. En deze werden duidelijk gemaakt in zijn volgende release. 33. Dit album bestond uit 6 liedjes, waarin Anti vertelde over de macht van de overheid en hoe zijn leven eraan toe ging. Over deze nummers heb ik ook een video waarin ik de betekenis uitleg. Na het uitbrengen van deze EP werd Anti vastgezet in een psychiatrie. Puur door tricks. Waar hij nu dus duidelijk uit is. Maar waarom zat hij daar eigenlijk in? En wat is er allemaal gebeurd daar? Laten we maar eens beginnen met het analyseren van het eerste nummer. Op herhaling. Van stress trekte ik de haren uit, is de eerste zin in het nummer. Waarop hij meteen volgt met rook non-stop van het kruid. We kunnen er dus van uitgaan dat hij het kruid gebruikte als kalmeermiddel wanneer hij stress had. Hij volgt hierop met moest meer voelen, altijd net als fruit. Waarschijnlijk was hij dus verslaafd geworden aan het kruid en ging hij steeds verder met de dosis die hij gebruikte. Dit merken we ook aan zijn zwaardere stem. Kom niet dichter met uw spuit, ging te diep door de huid. Misschien praat hij hier over het spuiten van drugs. Maar aangezien hij in die psychiatrie zat, kan het zijn dat ze hem daar verschillende dingen hebben ingespoten. Daarop volgt hij met de uitdrukking, sloeg mijn eigen ruit in, wat betekent jezelf benadelen. Ben op zoek naar vitamine, slikte onnodige biotine. Biotine is normaal gezien gewoon een vitamine B-supplement. En een overdosis hiervan is onmogelijk. De rest die je niet nodig hebt, komt er gewoon weer uit via je weet wel wat. Maar als we kijken naar de context van het nummer, zou dit weer kunnen gaan over narcotica. Aangezien vitamine vaak als codewoord wordt gebruikt hiervoor. Maar het kan ook zijn dat het gaat over pillen die hij moest nemen van zijn psycholoog of dokter. Dan komen we aan het refrein. Op herhaling denken wat er fout ging. Is wat hij ironisch genoeg 7 keer opzegt. Voordat we aan het volgende deel van het nummer komen. Hier verandert de toon van de beat. En visueel zien we ook steeds skeletten verschijnen. In de tweede verse zegt hij, heb u niks meer laten weten, want ik kon u ook niet schelen. Hij praat hier dus over een bepaalde persoon waar hij contact mee had. Door zinnen zoals, laat u omgekeerde dingen beleven door gewoon met u te spreken. Merken we dat Anti zijn visie op het leven uitlegde aan deze persoon of meerdere mensen. Vermoedelijk zijn het personen waarmee hij heeft gesproken in de psychiatrie. Heb mij ook verstopt voor het verleden, maar ben hier teruggekomen voor het te delen. Hier verwijst hij waarschijnlijk naar zijn vorige album, waar hij zich precies toch wat voor schaamt. Maar deze verse wordt duidelijker gemaakt in de volgende track, Doodsangst. Dit nummer begint met de line, overdag en in de nacht heb ik te maken met slaapverlamming. Slaapverlamming is als je wakker wordt tijdens het slapen, maar je niet kan bewegen of ook niet kan spreken. Dit gaat meestal gepaard met hallucinaties, wat ook de volgende zinnen uitlegt. Maar trek geen laken over uw kop voor valse bescherming. Kijk het recht in de ogen zonder beperking. Waarschijnlijk was hij eerst bang voor de hallucinaties die hij had en verstopte hij zich dus onder het laken. Maar ondertussen kijkt hij deze hallucinaties gewoon recht in de ogen. Trek aan touw, schiet me af naar de juiste plek. De uitdrukking aan de touwtjes trekken betekent dat je controle hebt. Vermoedelijk voelt Anti dat hij weer op het juiste pad is. Maar hij zegt ook, zit te vaak mijn tijd te verspillen. Dan komen we aan het volgende deel van het nummer, waar hij weer praat over de mysterieuze personen. Uitspuugde meerdere verplichte pillen.
wil geen vergif inslikken. Hij moest waarschijnlijk veel pillen nemen tijdens zijn verblijf in de psychiatrie. In uw ego zou je beter stikken. Je hebt een nek, maar dat is een van die dikke. Deze opeenvolging van zinnen maakt duidelijk dat het gaat over een soort psycholoog of mensen waarmee hij in contact kwam in de psychiatrie. Vervolgens vertelt Antti over de reden waarom hij in de instelling zat. Sorry, mag je duister en het licht niet meer exposen, want ze komen voor mijn nek en duwen me in wakkere narcose. Hij zegt dus dat hij werd vastgezet voor het delen van duistere informatie, wat dus waarschijnlijk de inhoud was van zijn vorige album. Ben gedropt met een naald, volgepropt in een gesticht. Hij kreeg dus vaak inentingen in de psychiatrie. Vervolgens vertelt hij over een bepaald bericht dat hij heeft gekregen, maar heb te veel schaamte, ben precies verlegen. Ook al is het weer een jaar geleden. 33 was precies een jaar geleden uitgekomen. Hiervoor schaamt hij zich dus toch wel op een bepaald niveau. Dan praat Antti weer over de mysterieuze personen. Kiezen uit de keuze die voor jullie al is beslist, want uw vrije wil die is verlopen, en dat vanaf uw geboorte. Hij wil dus zeggen dat deze mensen niet hun eigen beslissingen maken. Dit kunnen we weer linken aan 33, waar controle van de overheid een groot thema was. Vervolgens zegt hij, je leeft in de wereld van die Barbie. Dit is weer een metafoor voor hoe de overheid controle heeft, aangezien een Barbie geen eigen beslissingen kan maken. Dan herhaalt hij iets wat vermoedelijk een van de psychologen tegen hem zei. Kom met mij praten, dit zijn mijn zaken. Vrede rechter gaat het niet zo laten. Waarschijnlijk zat hij dus in een rechtszaak voor zijn daden. Het lied eindigt met een opname van een persoon die praat over Antti. Hij toonde zeer wijde pupillen, was verward. Waarschijnlijk was dit deel van de rechtszaak. Dan zijn we bij het laatste nummer van de EP. De videoclip begint met een soort monument waar tekst op staat. Er is een droom die ons droomt. De clip is visueel ook steeds in twee delen gesplitst. Hij draagt ook steeds deze Pietje de Dood-achtige kleren. In het eerste deel vertelt Antti dat hij aan de top was, maar dat hij diep is gevallen. Met lines zoals, heb mezelf vernederd door wat waanbeelden. Periode uit mijn leven krijg ik niet meer ongedaan. Verwijst hij vermoedelijk weer naar 33. Dan zegt hij, controle over alles willen hebben net als blauw. Met blauw bedoelt hij waarschijnlijk de politie. De zinnen, je ziet het niet in, maar zit vast aan een onzichtbaar touw. Consumeren u helemaal op, ben het oude rouw. Zijn metaforen voor de macht die de overheid over ons heeft. Het nummer eindigt met een shot van Antti die van de camera wegloopt in een tube. We kunnen dus concluderen dat Antti zijn mening over de overheid nog niet is veranderd. Maar hij is het niet helemaal eens met waar hij allemaal over zong in 33. Laten we hopen dat het beter gaat met hem. Ik kijk in ieder geval al uit naar zijn volgende album.